weer een aflevering van In Mijn Eentje op Pad en deze keer naar Aardenburg. Want in Aardenburg vindt plaats de Biennale Kunstenfestival Aardenburg. En we gaan ook de grens over naar Middelburg, niet in Zeeland, maar in Vlaanderen. Gaat u mee? We zijn hier aanbeland bij de Sint-Baafskerk in Aardenburg en voordat we het festival gaan feesten, gaan we eerst natuurlijk hier naar de kerk. En het festival is van de datum zaterdag 29 juni tot en met zondag 18 augustus 2019. Wie zijn jullie? Dus mijn naam is Leendert. En de achternaam? Van Akkoleje. En waar ben je woonachtig of waar kom je vandaan? Ja, ik kom dus van België en ik ben geboren in Aalst, ik zal het zo zeggen, want ik woon en leef in mijn kabinet. Dus woon ik overal. Okay. Dus ik zeg eigenlijk van waar dat ik geboren ben. Voilà. En wie heb je meegebracht? Ik ben Gijskoele. En waar vandaan? Ik woon in Vilvoorde. Oké, nou ben ik zeer benieuwd. Wat jullie aan de voorbereidingen gedaan hebben, kun je dat even kort vertellen? Voorbereidingen? Voorbereidingen. De sculpturen die ik toon in de kerk, ja, die waren er al uiteindelijk. Dus die zijn dan gecureerd geweest, of samengebracht geweest door Hans Thijs. En die heeft dat dan proberen linken aan beeldhouwers waarmee dat hij al langer werkt. Nou, daar zitten we dan. Ja, leuk hè? Ja, gezellig hè? Op de kunstwerk in deze mooie historische monumentale kerk in Aardenburg. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Dick de Poter. En ik doe de deur open voor bijvoorbeeld mensen die erin willen. Zoals vandaag. Zoals vandaag, ja. Ja. Zeg Dick hè? Ja. Dick, ja, ik ja, heb een vraag. Hoe hebben ze nou deze balken binnengehaald? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, dat was nog een heel gebeuren. Ja, vertel. Er kwam een joekel van een kraan de straat in rijden. En die reed tot bij de grote deur hier. Ja. Er zit een klein deurtje in. Dat kan open, maar die grote deur kan ook open. Oké. Okay. En dat hebben we dus gedaan. En dan heeft hij dus die balken, die wegen ongeveer 800 tot 1000 kilo. Ja. Dat is knoerhard hout. En die hebben ze dan met een kraan eerst naar boven gehezen en dan naar beneden. En zo de kerk in, want dat was een uitschuifbare arm. Oh ja. En dan konden ze hem zo hier zo binnen doen en dan laten zakken. En dan hebben ze hem dus op van die kleine karretjes, hebben ze dus de goede richting uitgereden. Ja, duidelijk. En dan met een pompwagen die het zware werk moest doen, ja, hebben ze ze dan opgelegd en dan die anderen er weer tussen gelegd. Dus, ja, duidelijk. Kun je ook iets vertellen van het kunstwerk, over het kunstwerk? Ja, daar kan ik wel iets van vertellen. Ja. Mijn eerste vraag aan de curator Hans Thijs was ook van, wat stelt dit nou voor? Ja, ja, dat was ook nog niet direct duidelijk. De kunstenaar is Eupen, inmiddels overleden, dat was een Duitser. En die vertelde dat het eigenlijk een soort kruis moest voorstellen. Maar die zei, wat zie jij erin? Ik zei, nou ja, het kader van het hele expositie is bevrijding. Dus ik dacht van, nou, ze leggen hier een voorbeeld van een brug neer die over de rivier lag en kapotgeschoten is. Nou, dat is toch helemaal niet zo gek? Dat zei hij ook, ja. Die zegt, ja, die zei, een brug verbindt. Ja? Ja. Oké, okay, nou, dank u wel. Graag gedaan. Okay. Behalve deze schitterende locatie, de Sint-Baafskerk in Aardenburg, zijn er diverse andere locaties over vrijheid vandaag. Ik ga weer op pad naar de volgende ronde.